Hallo allemaal, welkom bij de vierde video uit de serie Nickelodeon Slime Crazy Hydro Slime Oil Slick Scent. Dit is de vierde die ik heb gekocht. We gaan hem ook openmaken en kijken hoe die ruikt. De vorige die ik had, de Volcanic Eruption Slime, die stonk niet zoals ik dacht. Dus ik denk dat deze ook niet zal stinken. Maar hij was wel super naar. Ik heb mijn handen moeten wassen. Ik zat helemaal onder het slijm en het kreeg er lastig vanaf. Zo, bij die andere twee, vooral die blauwe. Die blauwe, dus dat is de Ocean, die ging echt heel makkelijk. Even ruiken, ik heb hem al open. Hij ruikt naar... Hij ruikt niet naar echt naar iets, eerlijk gezegd. Hij stinkt niet, er zit wel een geur aan, dat wel. Dat merk je wel, dat er een geurtje in zit, maar waar die nou echt naar ruikt... Dat weet ik niet. Ah, dan begint nu een soort... Nee, nou, hij heeft niet echt een sterke geur. Kijk, deze, zie je dat? Ook weer totaal anders dan die vorige. Hij is wel wat taaier ook. Die vorige was wat rekte wat makkelijker en alles. Deze lijkt wat meer uitgedacht. Ook hier vallen die stomme balletjes de hele tijd eruit. Maar je ziet ze er wel in zitten, zie je dat? Kijk, als ik hem zo hou, kan je ze een beetje zien. Je ziet ze niet in het pakketje zitten, je ziet ze heel lastig, maar... Oh, kijk, nou, daar zijn er twee. Het zijn denk ik een soort Orbies-achtige balletjes. En ook die hadden ze trouwens bij Kruidvat, hè, in de aanbieding. Een soort ballen met Orbies erin en dan in vormpjes en een soort glitter slijm. Een splatbal hadden ze en zo, die ga ik ook nog kijken. Maar we hebben eerst even aan de distributeur gevraagd of we er misschien wat van zouden kunnen krijgen. Dus dan hoeven we het niet zelf te kopen. Ja, dit heb ik dus wel zelf gekocht. Het is net een kwal zo, zie je dat? Zo, netjes uit beeld. Het is net een kwalletje met die brilletjes erin en zo. Nou, het stinkt niet in ieder geval, die oil slick scented. Een echte olievlek die stinkt wel enorm. Die ruikt naar ruwe olie. Oh, ruwe olie ruikt niet lekker. Nou ja, dit, ik weet niet wat de geur is. Maar hij ruikt niet zo lekker als die blauwe en die groene. Die groene ruikt het lekkerst. Die blauwe, juf Jannie beschreef hem een beetje als schoonmaakmiddel met menthol erbij. Ik vind het een beetje een menthol pepermuntachtige geur samen met citroen er doorheen gemixt. Ze zijn wel allemaal erg goed transparant, dus dat vind ik wel leuk. Ervan. Dat is ook wel mooi. En wat ik ook wel vind is dat deze dus niet zo'n vieze laag achterlaat op je handen. Dus ik denk dat die Volcanic Eruption gewoon pech was of zo. Misschien is er iets mee gebeurd. Kijk hoe goed je er doorheen kan kijken. Zie je dat? Wacht even. een schaar. Dan denk je, waarom leg je nou een schaar neer? Kijk. Dan kan je zien hoe doorzichtig dit spul is. Dus als je een keer... mooi transparant slijm wil hebben. Dit is dus hartstikke mooi transparant slijm. Het ziet er leuk uit. Zoals ik zeg, laat mij een beetje aan een kwal denken. Kijk, klein beetje zo'n... Heel cool. En met deze vind ik het ook helemaal niet eng, of eng, erg om te doen. Want bij die andere die zag je echt helemaal over je hand heen glijden en zo. Maar bij deze krijg ik het tenminste ook nog van mijn vingers af. Ik moest gewoon net mijn handen gaan wassen en het slijm eraf gaan halen. Omdat ik het er dus niet af kreeg met gewoon ja, eraf trekken. En dat heb je bij deze wel. Dus deze vind ik beter gelukt. Ik vind dit mooier. Ik vind dit leuker. Ik vind dit er beter uitzien. Een soort gelei over mijn handen heen. En hij laat los. Dat vind ik ook wel erg prettig. Nou, hij rekt wel goed uit. Als je langzaam gaat, scheurt hij niet direct. Dus ik vind het een succes. Deze mag blijven. Die andere weet ik niet wat we er gaan doen. Die geef ik aan juf Jannie. Mag zij kijken of zij er wat een goed plan voor heeft. Nou, zie je, hij gaat ook zo direct in het pakje. Kunnen we zo dicht doen.
Het Nickelodeon Hydro Slime, Crazy Hydro Slime, Oil Scented. De geur vind ik niet zo boeiend, maar net zoals die blauwe vind ik deze wel heel... deze is veel prettiger, voelt hij aan je handen. En die andere die geeft echt niet, laat echt een soort viezigheid achter. Tot de volgende keer. Hè. Vergeet niet een like te geven en te abonneren. Doei doei!